Hi en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik met jullie een soort van tutorial doen. Hoe breng ik mijn foundation aan? En ga ik je tips geven hoe jij de juiste kleur gaat vinden. Allereerst, ben jij nieuw op dit kanaal en wil je geen enkele video missen van dit soort video's of beauty en lifestyle? En al het andere wat ik nog ga uploaden. Abonneer even met de rode knopje hier beneden. En zet het belletje aan als je geen melding wil missen. Bij 5 van de abonnees gaat er een giveaway open. En kun jij kans maken op een cadeaukaart waard van 25 euro. Ik zou zeggen gewoon doen. Nou, we zullen maar gaan beginnen. Ik kreeg onder een video de vraag van voor een video. Hoe vind ik de juiste kleur foundation en hoe breng ik dat aan? Nou, ik ga mijn eigen foundation vandaag aanbrengen. Ik heb een kleur gekocht waarvan ik hoop dat het de goede is. Ik had al een beetje geswatcht hier gisteren. Ik heb mijn gezicht al gereinigd. Ik heb al een dagcrème opgedaan. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een tip die ik je al gelijk mee kan geven. Reinig je huid goed en breng een goede dagcrème aan. Deze is van de Trekpleister. Deze gebruik ik echt al jaren. Wel steeds nieuwe tubes natuurlijk. Lekker low budget onder de 2 euro. En ja, hier zit 75 ml in en het werkt gewoon prima. Als de dagcrème op zit, gaan we een primer doen. Je hebt ook primer sticks, je hebt primer sprays. Dat heb ik allemaal niet. Ik heb deze primer. Deze is van de Max & More van de Action. Dit is hydrating primer. Ik heb ook de witte gehad, die hadden ze niet. Rode zag ik ook hangen. Maar ik heb voor de hydrating gekozen. En deze ga ik aanbrengen. Ik doe mijn ring even af. En dan pomp ik gewoon wat op mijn hand. Nou, deze ga ik gewoon lekker vrij op mijn hand in aanbrengen. Een van de tips die ik je kan geven om de juiste kleur te vinden is: ga naar een winkel waar ze foundations verkopen. Of in ieder geval make-up. Dat kan Douglas zijn, Isprit. Gewone drogisterij heeft ook nog wel eens adviezen die ze kunnen geven. Ga daar gewoon eens naar binnen. Vraag wat het kost om of dat ze het gewoon gratis doen. NYX heeft het trouwens ook, ik weet niet of je dat al gezegd had. Maar vraag daar gewoon eens om advies van, joh, wat past het beste bij mijn huid? De meeste die geven jou gewoon tips en alles. Dus ja, dat is een van de beste tips die ik kan geven. Een van de andere tips die ik je kan geven is, ga gewoon naar een Action, een kruidvat, Trekpleister, Ethos. Daar zijn heel veel low budget merks, Estée & Catrice en zo, waar je ook gewoon foundations van hebt. Wat ik zelf dan doe is een beetje op mijn wang. Hema heeft trouwens ook wel goedkope foundations. En een beetje op je wang doen, want de hand is, kijk, zoals je ziet is mijn hand bruiner dan mijn gezicht. Je swat je gewoon een heel klein plekje op je gezicht of zo en dan zien het wel wat past. Wat je ook zou kunnen doen, stel voor dat jij twee kleuren hebt, van één net te donker en de andere is te licht. Probeer ze dus een beetje te mengen en aan te brengen en waarschijnlijk heb je dan wel een goede kleur. Nou, mijn primer zit er dus op. Hele fijne primer. Deze is €1,99 bij de Action. En deze is volgens mij vast in het assortiment. Want die witte die had ik 2 jaar geleden al. Ja, hij laat geen blauwe waas achter. Maar met mijn probleemhuid, zeg maar, droog, velletjes, vettig. Ik heb echt een hele gemengde huid. Gewoon een toppetje, lekker low budget. Nou, stel voor dat je heel erg last hebt van rode plekjes of iets. Dan kun je altijd nog kijken of je iets van een color corrector hebt. Je hebt dus de groene, roze en de gele. Ik had dat in kitjes liggen, maar ik gebruik dat niet. Nou, je hebt dus de groene, die neutraliseert rode vlekjes. Je hebt de roze, die laat je huid dus wat oplichten, zeg maar. De vermoeide huid. Dus zodat je er wat opgewekter uitziet. En je hebt ook nog de gele, die conceals dark circles. Dus onder je ogen. Ik had het in van die paletjes zitten, maar dat werkte dus voor mij niet. Ik heb het nu niet nodig. Het aanbrengen kan natuurlijk op meerdere manieren. Ik heb hier 2 dingen wat ik niet graag gebruik. Je hebt ook nog de buffing brush. Die laat ik hier nu in beeld zien. Die heb ik helaas nog niet. En die wil ik nog wel aangeschaffen. Dus wil je weten hoe dat bij mij werkt, blijf dan zeker mijn kanaal hier volgen. Ik heb nog dit siliconen sponsje. Deze die heb ik een keer bij de Primark gekocht. Dit vind ik zelf niet heel prettig, want het veegt niet mooi uit. Het voordeel is dat het geen product opzuigt. Heb ik ook nog een foundation kwast. Daar kun je dus ook gewoon je foundation mee aanbrengen. Maar ik vind ook dit niet heel erg prettig werken. Ik heb het wel een keer geprobeerd. Deze gebruik ik wel, maar vind ik ook niet ideaal. En daarvoor ga ik nu ook deze gebruiken. Dit is een beauty spons, make-up spons. Ik heb hem al nat gemaakt, even uitgespoeld. Dus ga ik zo gebruiken voor mijn foundation. Dit vind ik zelf wel het prettigste werken. Voor foundation ga ik deze gebruiken van Max & More van de Action. Deze is €1,49. Prima prijs. Dit is, even kijken, volgens mij was dit een matte coverage. Ja, mat. Ja, het is geen mega dekkende foundation. Zo. Het is geen mega dekkende foundation. Ik kom helemaal niet meer uit mijn woorden, joh. Maar ja, ik hoor en zie dat die wel redelijk prima is. Dus ik ga gewoon gok nemen. Ik had dan een beetje op mijn wang gedaan om te kijken of die goed is. Maar voor de rest niet. Ja,
op mijn gezicht gesmeerd of zo. Ik ga dit wel even met een spiegeltje doen. Ik toch fijner dan een camera gebruiken. Nou, ik ga voor het eerst gewoon op mijn Pons foundation doen. Gewoon nog niet te veel. Volgens de jammer is die ook goed matchend met mijn huid. En wat ik dan eigenlijk ga doen is... in ieder geval zo beginnen. En wat je dan doet is al deppend de foundation aanbrengen. Nou, op zich ben ik best wel te spreken over deze foundation. Hij is niet echt dat je zegt, oh, hij heeft full coverage. Maar dat hoeft van mij, wat mij betreft, ook niet. Weet je, over mijn ogen heen. Dat is ook een tip. Breng hem lekker over je ogen aan. Dan heb je in ieder geval al een beetje oogschaduwbasis. Ik heb toevallig ook nog een oogschaduwprimer meegenomen van Action. Maar die komt in een andere video nog aan bod. Nou... oh, lekker. Ik smeer het in mijn haar. Handig deze. Wat ik zelf aanraad, vooral in het begin, als jij nog niet weet wat de dosering is voor één make-up laag, doe gewoon steeds een kleine beetje. Zodat je gewoon een beetje kunt opbouwen. Je kan ervoor kiezen om één laagje te doen. Je kan er zo nog een laag overheen doen. Op zichzelf vind ik het echt dus een prima foundation. Ik las echt heel veel verschillende verhalen. Hij is nog niet helemaal mat. Het is ook geen full covered foundation. Ik zie er nog wel dingetjes doorheen. Maar op het eerste gezicht... natuurlijk, mijn wangen zijn ook niet helemaal gecoverd. Maar daarvoor heb ik concealer. Moet ik zeggen dat ik aardig te spreken ben. Tuurlijk, het is geen Chanel, het is geen Dior, het is geen ander merk. Maar voor 1,49 is dit gewoon echt een prima foundation om het een beetje egaal te maken. Ik breng het aan met de Beauty Blender. Ik weet dat het product opzuigt, maar ik vind dit het beste werk op het moment. Ik ga deze dus ook nog uitproberen met die stippling brush, zeg maar. Die buffing brush. Nou, wat ik dan ga doen is een concealer aanbrengen. Ik heb nu de Essence Matte Concealer. Hij is echt op, dus dit is echt de laatste... laatst een beetje. Ik ga hierna nog een look opnemen. Dus ik kan nu foundation, de concealer gebruiken. Ja, concealer heb je eigenlijk in meerdere varianten. Je hebt inderdaad dit. Je hebt stick concealer. Je hebt ze in die paletjes zitten, niet zo fijn vindt. Draaistiftjes. Nou, ik doe er gelijk even de hele basis leg ik aan jullie uit. Wat ik dan doe is met de make-up spons mijn concealer inblenden. Dan ga ik gelijk ook over mijn ogen heen. Nou, betere basis voor je oogschaduw kun je niet hebben. Nou merk ik wel dat het niet de beste sponsen zijn. Nou, de concealer zit er ook op. Dit is een sponsje van Action. Deze was 90 cent toen ik hem kocht. Ik heb hem in 3 kleuren. Maar ik ga toch eens kijken bij de Primark of ze beter hebben. Je kunt dus ook de spons van Beauty Blender halen. Die is 30 euro. Je kunt ook gewoon bij de Action 1 weghalen. Die is volgens mij onder de euro. Of ik weet niet hoe duur ze zijn. Daar let ik eerlijk gezegd niet op, want ik heb ze nog. Primark schijnt hele fijn te hebben. Real Techniques heeft een hele affordable spons voor 6 euro. Het maakt niet zo heel veel uit. Het is maar net wat jij eraan uit wil geven. Om af te poederen heb ik 2 producten. Ik heb hier de matte compact poeder van de Max & More. Hier zit wel een kleurtje in. Nou, je kan hiermee dus je foundation, kun je dus meer kleur geven. Maar je kan hem dus bijvoorbeeld ook gewoon als een soort van poederfoundation gebruiken. Wie mij langer volgt, weet dat ik dat af en toe wel eens doe met warm weer. Ik heb ook nog van Ecocera heb ik pressed powder. Gewoon een transparante powder. Er zit ook zo'n leuk sponsje bij. Deze is gewoon wit, is gewoon transparant. Deze heb ik in een winactie gewonnen. Gewoon lekker doorzichtig, wit. Deze kost geloof ik 15, 16 euro. Ja, het is wat meer high-end, maar hier doe je echt ontzettend lang mee. Ik kan een jaar met zo'n poeder doen als ik afwissel. Dus wat dat betreft is het de investering waard. Daarvoor kun je dus 2 kwasten gebruiken. Dit is gewoon een hele simpele kwast van de Vibra. Die is een euro geweest, deze lange. Dus mocht jij nog geen kwasten hebben en goedkoop willen beginnen, check gewoon even de Vibra of zo. En die is vaak ook kwasten. Deze is gewoon een euro. En hier kun je prima mee afpoederen. Ook nog deze van Real Techniques. Mini multitask brush. Deze kun je voor het afpoederen gebruiken. Blush, bronzer, noem maar op. Ook onder de ogen. Omdat niet iedereen geld heeft voor de Real Techniques kwasten, ga ik gewoon eventjes de goedkope kwast gebruiken. Werkt net zo goed. Ga ik gewoon door de poeder heen aftikken, zodat je niet te veel product hebt. Al maakt dat bij zo'n product niet zo heel veel uit. En dan ga je gewoon lekker over je gezicht heen. Je ziet er toch niks van, dus het kan lekker royaal. En wat je hier eigenlijk doet, is gewoon je foundation en je concealer zetten. En dat betekent gewoon dat je dus je
product vastzet op je gezicht. En dat was hem. Nou, in principe kun je nu gewoon verder gaan met je make-up look. Ik ga zo de video afsluiten. Ik ga nu een hele toffe video opnemen. Als je benieuwd bent naar deze video. Ik laat iets zien. Ik ben super excited over. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Laat me even weten wat je ervan vond. En ik vond het echt super leuk om te doen. Ja, let me know. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. Nogmaals, vergeet niet te abonneren. En een duimpje omhoog doen als je dit een leuke, leerzame video vond. En dan zie ik jullie graag weer terug in de volgende video. Bye!